Ik ben Carolien van Textile Hunters en ik heb een hele wilde fantasie. Namelijk, ik wil een hele grote textiele speelplaats bouwen voor jongeren en volwassenen. Allemaal van gerecycled materiaal. In 3 maanden tijd gaan we een workshopreeks geven waarin we dit enorme speelkunstwerk met z'n allen gaan bouwen. Dit speelkunstwerk komt op het NDSM-terrein. Van de lieve mensen van Noorderlichtcafé mogen we het grasveldje achter gebruiken om deze circustent op te bouwen. De circustent is van Edwin van Vliet. Hij is nog niet helemaal af, maar we willen hem heel groot maken. En daar komt ook jouw bijdrage aan te pas. Wij nodigen jou uit om dit project financieel te ondersteunen. Zo kunnen wij de workshops en het speelkunstwerk voor iedereen toegankelijk maken op een pay what you want basis. Patch Adams zei, "The most radical act anyone can commit is to be happy." En dat is precies wat wij hiermee willen bereiken.